Wat een spannend boek. Een eer om dit boek in te mogen spreken. Eenmaal begonnen wil je het liefst zo snel mogelijk weten wat er op de volgende pagina staat en hoe het verhaal afloopt. Het zijn korte hoofdstukken waarbij iedere personage zijn eigen visie vertelt. Dit maakt het luisteren erg prettig. Goede schrijfster. Met een goed geschreven spannend verhaal. Een aanrader. De opslagloods voor groente en fruit was voor het jaarlijkse bedrijfsfeest omgebouwd tot een tropisch paradijs. Inclusief zand, palmbomen en met riet bedekte parasols. Obers liepen rond met bladen vol feestelijk uitziende cocktails, bijna als vanzelfsprekend voorzien van een parapluutje en een roze suikerrand. Ik stond aan de bar en twijfelde of ik een witte wijn zou bestellen of nog een keer een van die mierzoete drankjes van een dienblad zou pakken. Anouk raakt tijdens een personeelsfeest aan de praat met Sven. Ze is gecharmeerd van hem en de aantrekkingskracht blijkt wederzijds. Als Sven haar na een paar maanden vraagt te gaan samenwonen, zet de onzekere Anouk, aangemoedigd door haar tweelingzus Miranda, haar twijfels opzij en ze trekt bij hem in. Al snel ontstaan er scheurtjes in de perfecte relatie. Sven heeft zijn eigenaardigheden en een bizarre hobby. Uit alle macht probeert Anouk daarmee om te gaan.